Dag lieve vrienden, hoe is het daar? Nou ja, hier gaat het ook wel, hè? Zonnetje schijnt, mooi zo. Hey, ik wil iedereen bedanken die mij steunt op janroos.backme.org. Want door jullie kan ik deze onzin maken. Ja, dat is dus de wisselwerking, hè? Doe je het nog niet? Ga even naar beneden, steun mij even, janroos.backme.org. Wat heeft Achmedje opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Laten we eens even gaan kijken. Oh, lekker. Iets voor te knagen. Nou, het is weer heet hoor. Prepared broad bean spicy flavor. Oh, hier zijn die rode pepers al hier te zien. En wat is dit dan? Ja, dit mag Joost weten wat dit is. Achterop staat wat het is. Het is dried tofu. Pickled pepper flavor. Ah, ook deze is bokheet. Ah, leuk. Van deze weten we nu wat het is, dat is tofu. Maar wat zijn in hemelsnaam broad beans of broad beans? Ik dacht namelijk eerst dat het pinda's waren. Broad beans zijn tuinbonen. Weten we dat ook weer? Laten we maar weer beginnen dan. Ah, kijk, dat zit nou in zo'n leuk vacuümgezogen zakje. Dat zegt meestal genoeg over de geur en de smaak. Ik raak mijn tanden nog een keer kwijt. Ja, het spuit alweer. Och, er spuit alweer sap uit. Kijk eens, want hij is namelijk zo kledder en kledder en kleddernat wat eruit komt. Hier. Ik dacht dat het gedroogde tofu was, maar. Ik lik eraan. En het enige wat ik dus in mijn mond heb is gelijk een. Hier, jullie zien. Een pitje van een rode peper. Heter is er niet. Oh. Het is een soort. Inderdaad gedroogde. Misschien wel gerookte tofu. Een zootje peper. Oh, het is het heet. Maar als je al dat hete weghaalt, is het voornamelijk gewoon heel erg. Smakeloos en vies. Dit tofu brokje smaakt eigenlijk helemaal nergens naar dan alleen maar ongelooflijk heet. Oh, ik begin er helemaal van te niezen. Oh, dat brandt weer ook. Maar dit is echt, met al respect voor de Aziatische keuken, niet te bunkeren. Ondanks dat ik altijd de tip krijg om niet water te drinken als je je bekers verbrandt. Even een slokje water. Om even die troep uit mijn mond te halen. Gadverderrie. Nou, daar gaan we. Oh. Kijk, dat zijn inderdaad geen pinda's. Het zijn gewoon hele grote tuinbonen. Gedroogd met een lekker pittig laagje erover. Ah. Nog nooit zo'n tuinbonen gegeten. Ik moet eerlijk zeggen. Dat gedroogde tuinbonen hartstikke lekker zijn. Er is helemaal niks mis met gedroogde tuinbonen. Ze proeven eigenlijk een combinatie tussen chips en pinda's. En dan zit er inderdaad wel een heet laagje overheen. Van die rode peper. Maar gewoon prima op smaak. Niks meer aan de hand. Gewoon lekker. Ze zijn gewoon een beetje pittig, maar wel lekker uit. Maar er zit nog iets in. En even kijken. Aha, gemalen anijszaad en kaneel. Want de smaak is niet alleen maar heet zoals bij die smerige tofu. De smaak is eigenlijk gewoon een heel palet. Dus we hebben een heetje en een zoetje en een anijsje en een kaneeltje. Resumé, het tofublokje, het gerookte, gedroogde tofublokje met hete peper is alleen maar knetterheet en niet te bikken. Echt niet te bikken. Gewoon een beetje vies. Die krijgt van mij een 4. Want ze hebben toch de moeite gedaan om al die troep in te pakken. Maar de gedroogde en een beetje pittige tuinbonen, die krijgt van mij gewoon een 7. Is gewoon lekker joh. Kun je gewoon in Nederland kopen, hè? Gedroogde tuinbonen. Heerlijk. Gewoon lekker doen. Smakelijk. Heerlijk. Dit is echt niet te vreten.